Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het trekt bewolking en regen over ons land. In het uiterste noordoosten is het eerst nog even droog en in het zuidwesten begint het al snel in de ochtend weer droog te worden. Die zon heeft dus alleen bewolking en wat lichte regen bij zich met temperaturen vanochtend tussen 2 en 7 graden. Vanmiddag loopt het kwik nog wat verder op en halen we maximum temperaturen van een graad of 6 in het oosten en plaatselijk 9 in het zuidwesten. De regen trekt naar Duitsland weg en het westen breekt de zon ook af en toe door en misschien later op de dag ook in het oosten een enkele opklaring. Vannacht hebben we sowieso opklaringen. Vanavond al met hier en daar wat nevel. En temperaturen die ruim boven nul blijven. Uiteindelijk in de nacht 2 tot 4 graden de minimumtemperatuur. En morgen wordt het dan weer 6 tot 8 graden. Het is een droge dag met in de ochtend vrij veel wolkenvelden. In de middag van het zuiden uit af en toe zon. En de wind waait matig uit het zuidoosten. De dagen na morgen leveren wisselvallig weer op met van tijd tot tijd regen. Woensdag, met name in de vroege ochtend, wat neerslag en in het westen een paar buien. Donderdag, meer bewolking en ook vrijdag is een natte dag. Het blijft vrij zacht met temperaturen van 7 of 8 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl